En je ziet het vaker gebeuren. Je zag het gisteren bij Heracles. Cyril Dessers maakt een goal. En hij toont vervolgens het shirt van Bakboord, de verdediger van Heracles, die ook een zware blessure heeft opgelopen. Eerder zagen we dat bij Cambuur. Bij Van Delen, die ook met een zware knieblessure de rest van het seizoen aan zich voorbij moet laten gaan. Het tekent de team spirit zeker en vast. Jordi Klaas hier met zijn derde basisplaats van dit seizoen. Hij zou dus in eerste instantie op het middenveld gaan spelen. Maar dat werd ineens omdat Mitchieu vandaag de gelegenheid centrale verdediger zou zijn. Maar Mitchieu ziek. Klaas hier dan maar rechts centraal achterin. Allemaal geschuiven om met name ook Koopmeiners in zijn kracht te laten spelen. Daar op het middenveld te laten voetballen. Want hij heeft natuurlijk vorig seizoen veelvuldig centraal achterin gespeeld. Maar ja, dan krijg je twee linkscentralen en daarvoor twee rechtspoten. Het is allemaal zo handig niet. Bij VVV één wijziging in vergelijking met vorige week toen er gewonnen werd met 2-1 van Twente. Reusseler terug. Hij was ziek en Schaefer is zijn vervanger. Soriano is de spits. Welkom bij AZ. Dan ziet hij dan toch Hatzidiakos. Dus de rest van het seizoen aan zich voorbij moet laten gaan vanwege die blessure. Maar die vorige seizoen toch zoveel kritiek kreeg te verwerken. Hij zou dat toch niet aankunnen centraal achterin. Hij zou te licht zijn. Het is niet de man waar je op kan bouwen. Maar hij heeft zich fantastisch toch ontwikkeld dit seizoen. Hij dus geblesseerd. Stenks. Idrissi. Tegenover Pasionik. Krijgt hem voor en dan is het corner via Reusselen. Randje 5 meter staat Boadu, daar komt De Wit ingevlogen. En dit is de uithaal van Wijndal, die bij de paal wordt weggehaald door Reusselen. Svensson. Idrissi. Goed, Koopmeiners meenemen, schieten. Dan Stenks maar schieten. Kiersbaum heeft hem. Buitenspel was het geweest voor Koopmeiners als hij aan de bal was geweest, dus dan blijft hij ook. Dus het is 10 minuten aan de gang, het is 10 minuten eenrichtingsverkeer. Links Ron Vlaar, die andere geblesseerde centrale verdedigers bij AZ. En daar Druif, van alle markten thuis, met een tas vol dekens. Want echt heel erg bloedje heet is het niet. Dus moet je zorgen dat je het een klein beetje bloedje heet krijgt. Huppakee, heren, zoek het lekker uit. De Wit. Sugawara ging naar binnen. Sugawara door de benen van de scheidsrechter bereikt die Koopmeiners. Stenks. Idrissi terug. Stenks. Nee, Sugawara. Lindhorst. Wright. Overname is weer van AZ. Ja. Geen gebrek aan het hebben van balbezit op de helft van de tegenstander. Het wervelt tot een metertje of 15-16 en dan houdt het eigenlijk wel op. Idrissi. Moet dus heel veel geduld hebben. Dat is een goede bal. Wijndal terugleggen. Dan nu de inzet van Klaasie. Dit was dus wel gevaarlijk in de 16. Komt hier in de 16. Wijndal die bal terugkrijgt naar het schot van Klaasie. Sugawara. Stenks. Nou dan, Stenks! Hard was hij. Zeker. Kom je als keeper ook nooit aan als hij iets lager is. Dus goede keuze om het dus op deze wijze te proberen in ieder geval.
Idrissi. Svensson. Dus dat post uit. Sugawara. Sugawara. Ja, het is de dag van de Japanners die van buiten de 16 doel moeten maken. Ook hier speciaal voor Hatsidiakos. En dat weet hij te waarderen. Het breekijzer is gevonden. Het is een prima goal natuurlijk. Deze gaat nog door de benen van Roel Jansen over. Klaasie. Boadou, linksruimte Idrissi. Dat blijven ze goed doen. De zijkanten opzoeken. Idrissi dan wat rechts uithalen. Kiesbaum krijgt hem weliswaar naar de zijkant. Maar dan levert hij de bal dusdanig in dat er nog wat voor aanzet wat mogelijk wordt. Idrissi. Wijndal. Voor richting Boadou. Daar krijgt ze hem niet. En als Boadou die bal niet heeft. Daarachter staan dan altijd een mannetje of 8 van VVV. Svensson. Stenks. Mee Boadou. Prachtige bal. Maar dan moet hij maken. Dan is het helemaal een prachtige bal. Geweldige bal van Kelvin Stenks. Ziet zijn maatje vertrekken. En die krijgt net te weinig contact met de bal. Had er moeten zijn, was een prachtige geweest. Soriano. En Bissot. Leek al voorbij aan die bal. Die moet nog een keer zijn doel uit met één vuistje. Ramt zijn tegenstander omver. Ineens is de alarmfase afgegaan daar bij AZ achterin. Doorkoppen en één keer het schot vanuit de hoek. Bissot. Met een redding met zijn been, omdat zijn lijf er al aan voorbij was. Idrissi. Wijndal terugleggen richting de Wit. Idrissi terugleggen, nu Koopmijn. Dat is het schot van Koopmijn. Dat gaat net over. Dat is het Kiesbaum nog aan kennelijk. Dus die krijgt de complimenten van onze ploeggenoten. Het schot van Koopmijners. Kiesbaum. Die waaide er bijna nog vreemd binnen. Svensson. Stenks. Oh, Svensson al aan voorbij gegaan. Stenks. Sugawara. Strak voor. Boadou komt er net niet aan. Voor Druijf. Koopmijners. Stenks. De Wit. Svensson. Sugawara. Svensson. Zelf maar met links. Richting de korthoek. Normaal gesproken is dit de laatste wedstrijd van AZ in Den Haag. En dus wordt daardoor bedankt voor de gastvrijheid hier. Zowel in de competitie als ook in de Europa League. Hier de wedstrijden gespeeld. En hoewel het nog niet helemaal duidelijk is of over 2 weken de volgende thuiswedstrijd van AZ in Alkmaar gespeeld kan worden. De Wit terug. Koopmijners. Koopmijners. Oh, de paas was bedoeld voor Druijf. Dat zag er goed uit. Koopmijners. Wijndal. Post.
Wright. Goed werk van Svensson. Stengs. Idrissi. Wijndal dendert eroverheen. Krijgt de bal mee. Wijndal. Kiersman. En Reusler krijgt het nog weg. En is de tweede nog niet gemaakt. Idrissi. En dan Wijndal. Dat is toch wat AZ veel heeft laten zien. Vandaag wat minder. Buitens. Chiboa. Wijndal loopt mee. Right. Voorbij aan Svensson. Dit wordt nog gevaarlijk, want daar is de kopkansenbal terug. En Wijndal krijgt hem weg. Dit was toch een kans voor VVV om in de extra tijd een punt te stelen. Wijndal ging de mist in. Bracht zijn ploeg in de problemen, maar redde zich er ook weer uit. Wat hier langs de lijn komt er niet. Dankzij Lindhorst. En dus is er nog weer balbezit VVV. Die zijn de hele wedstrijd niet zo veel op de helft van AZ geweest als nu in de extra tijd. Bal scherp voor. En oh. Dat was de volgende. Soriano met de mogelijkheid. En daar zullen ze nog wel een paar momenten over nadenken. Dat ze een paar keer dichtbij waren. En dus kruipt Arne Slot met zijn ploeg door het oog van de naald in een wedstrijd waarin ze natuurlijk lange tijd gewoon 80% balbezit hebben gehad. Zoekerwara is de enige die het doelpunt wist te maken in dit duel. Jai Driessen leidt zijn eerste nederlaag als trainer van VVV, maar uit bij AZ tot in de extra tijd twee keer de kans krijgen op de gelijkmaker. Dan heb je het uiteindelijk niet zo heel verrot gedaan natuurlijk.